Dirk, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ja, twee kanten aan de wedstrijd. Voor de rode kaart en na de rode kaart. Voor de rode kaart dan doe je het goed. Je komt steeds beter in de wedstrijd qua voetbal. Kon de PSV bij vlagen naar achter drukken. En ja, dan valt de rode kaart en dan wordt overleven. En dan probeer je de rust te halen met 0-0. Nou, dat lukt niet. En dan weet je dat tweede helft, dat je wilt tegenhouden en dan proberen eruit te komen. Maar dat zat er geen moment in. Verrast het jou dat PSV de eerste helft, met name de eerste helft, in het begin eigenlijk geen vuist wist te maken tegen jullie? Nou, dat verrast me niet zozeer. Wij hebben ook thuis de thuiswedstrijd tegen PSV. Ja, wij hetzelfde kunnen doen, vrije mensen kunnen vinden, kunnen opbouwen, mogelijkheden kunnen creëren. Dus ja, dat verrast ons eigenlijk helemaal niet. Dat wij in staat waren om PSV voetballend terug te duwen. Dan moet je ook nog echt tot kansen komen. Nou, dat zat er een beetje aan te komen voor mijn gevoel wat later in de eerste helft. Maar wat ik zeg, als de rode kaart valt, dan kantelt de wedstrijd helemaal en dan verandert het helemaal. Even over die rode kaart. Wat vond jij daarvan? Jij stond er dichterop dan ik. Ja, nou ja, ik stond er dichterop. Lozano neemt de bal mee en Mickey van der Hart die haalt hem neer of die komen in botsing. En dan is het blijkbaar een rode kaart. Ik vind ook van, als hij door had kunnen lopen, had hij hem erin kunnen schieten, daar twijfel ik aan. Maar volgens de scheidsrechter Gusebujuk was dat niet aan de orde en heeft het geen invloed op of een rode kaart is. Dus ik buiten de 16 doorgebroken speler is rood. Nu misten jullie wat sterke ouders deze wedstrijd. Wat voor rol is dat gespeeld, denk je? Nou ja, tuurlijk speelt dat een rol. Wij missen jongens die heel belangrijk zijn voor ons team. En natuurlijk mis je die. Ik moet zeggen dat wij ook, dat zag je in de eerste helft, dat ook met de jongens waar we nu speelden, ook PSV hartstikke moeilijk konden maken in ieder geval. Dus dat is niet zozeer een excuus, maar je mist wel de extra kwaliteiten die jongens normaal gesproken met zich meebrengen. In hoeverre... Ja, is het voor dit PEC Zwolle moeilijk om hierna gewoon weer te focussen op de volgende wedstrijd? Ik kan me voorstellen dat dit in zekere zin ook een ingecalculeerd puntenverlies is. Ingecalculeerd puntenverlies is een beetje een rare bewoording, vind ik. Wij wisten vanuit de thuiswedstrijd dat wij het PSV zeker moeilijk konden maken. Dus wij gingen hier zeker niet naartoe met het idee van laten we de schade beperken en hopen dat het meevalt. Maar je speelt wel tegen de koploper uit de strijd. Ze hebben hier thuis nog alles gewonnen. Dus ja, dan weet je dat het gewoon een hele moeilijke wedstrijd wordt. En nu is het weer focussen op dinsdag, want dan spelen we weer een hele belangrijke wedstrijd. Even opvallend dat je dat zegt, want jullie staan eigenlijk natuurlijk, je hebt wel gelijk, jullie staan gewoon vijfde. Jullie doen het eigenlijk hartstikke goed. Vind je ook dat PEC Zwolle op dit moment het krediet krijgt van een ploeg die vijfde staat? Of heb je zoiets van, misschien worden we nog wel in dat opzicht ondergewaardeerd? Nou, dat vind ik niet. Ik denk dat wij over het eerste seizoen zelf heel veel complimenten hebben gekregen over ons spel. Over veel punten gepakt. Dus wij worden niet ondergewaardeerd. En je weet ook, als je andere ploegen, spelers en coaches over ons hoort praten, dan is dat met veel respect over hoe we dat doen. Dus ja, wij worden denk ik niet ondergewaardeerd. Het is wel, wij hebben het eerste seizoen zelf gespeeld en nu moeten we het tweede seizoen zelf wel door gaan trekken. Met in ieder geval in de punten en in het spel. Want dan doe je echt een heel seizoen mee om de bovenste plekken.